De gemeenteraad van Beuningen komt vrijdagavond in spoedberaad bijeen om te praten over het zandtransport Beuningse Plas. Het spoeddebat is aangevraagd door VVD-fractievoorzitter Henk Plaisier en is mede ondertekend door de Partij van de Arbeid en GroenLinks. De provincie Gelderland ontkent dat 1,3 miljoen euro is toegezegd aan de gemeente Beuningen. Er is overleg geweest, maar er is nooit toegezegd dat de provincie 1,3 miljoen zou bijdragen, aldus de woordvoerster van gedeputeerde Jan Markink. Ook de gemeente Nijmegen ontkent ooit daadwerkelijk 1,3 miljoen euro te hebben toegezegd.